goede keeper, hè? Hé? En je haar zit zo mooi. Zo. Zo. Hey, Aaron. Aaron. Mooi doelpunt, joh. Zo. 2-2. 2-0, nou hou ze tegen, hè. Er zit al wat in, zeker, in de koffie. Ja. Kom op, Bas. Kom op, Bas, ga door. Ga door. Dat geloof ik niet. Kom op, Nabil. Wacht even niet op, Bas. Nee, joh. Kijk dan. Ja, maar je doet het. Even naar die trotse vader daar. Ja, die is... Die tweebenig, die jongen dan. Hè? Maakt hem niet. Ja, even een korte analyse over dat doelpunt. Ja, hij is net uiteraard... Dus, schitterend, schitterend. Nee. Hè? Hij draait wel naast zijn linkerbeen, want dat is sterk. Ja, nou, ja. Hij maakt gewoon goed af. Ja, dat is RKV, eigenlijk nodig. Dat is wel leuk. Ja, wat zie je? Staak je hem nou? Ja, omdat jij het veld op moet lopen. Oh, dan ga ik er gauw af. Ja, ik denk het ook wel. Ja, als iemand zo scoort, dan... Dat wordt ook gelijk de winnende. Ja. Kijk, let op, daar komt hij. Goed hoor, goed gedaan. Kieperbal. Ga maar, Mick! Ja, ja, ja. Ja, oh. Oh, jammer. Jammer hè, Kiep, hè? Bijna. Hij loopt daar. Ga je meedoen met hem? Hartwigje.
Jan! Jan, die bal was er hard bij je. Ik kreeg hem tegen mijn vingers aan. Ja, maar was het dan fout van ons? Ja hoor! Hey! Hey! Pijnlijk moment voor de superveteranen. Mark Bal scoort tegen de superveteranen. Mark, gewoon hup, balletje erin en klaar is Kees. Ja, hup. Je moet eerst vertellen hoe het gegaan is natuurlijk. Ja. Kwam die jou voorbij, Hans? Ja, nee, hij kwam mij niet voorbij. Ja, jij staat erachter. Ik stond Jerry te denken. Maar ja. Toen stond dus hij. Ja, Hans zit Jerry te denken. Dus ik denk, nou grijp ik mijn kans. Vrij, ja. Ik sta vrij, dus ik krijg het balletje naar gepast en ik schiet hem zo erin. Maar ja. Jerry trok het gat. Ja. Mark, kan je dan nog één keer doen, ja, je juichbeweging? Of doe je dat niet? Uit respect voor ons. Nou, dit keer laat ik het zitten, maar goeie idee. Omdat je net ook toen een hoempapa bent, dus delen we even de polonaise. Ja. Hans, even een cijfertje voor. Mark heeft een 7. Als hij nou niet gescoord had, had hij volgend jaar bij ons kunnen spelen. Maar ja. Hij is eigenlijk te jong, dat is zo jammer. Ja, hij is te jong. Ja. Ik heb geen reactie. Geen reactie? Ongelooflijk, hè? Maar ik wist niet dat je vriendin. Ja, Pim. Vriendin van Pim, toch? Van vriend? Drink jij uit 3 glazen? Hans, moet je? Hans, zware wedstrijd gehad. Echt? Doe het nog eens? Nee. Hoe ging het vandaag? Ja, goed. Heb je gedragen? Ik heb me gedragen. Ja. Want we hebben mooie beelden van je, hè? Dat weten de mensen nog niet. Daar gaan we het niet meer over hebben. Hele dat maakt toch niet uit? Foutje. Dat is toch tv? Hans, heb jij die beelden gezien? Ik heb ze gezien, ja. Mooi, hè? Pittig wijfje, toch? Ja, oké, Erwin zit goed. Ja, toch? Erwin zit goed. Oké, nou, Mars. Bedankt, hè? Ja, hoor. Wil je nog wat zeggen? Wil je iemand? Nee, ik wil niks zeggen. Je schoonouders? Groetjes. Ja, oom Marleen. Groetje aan oom Marleen. Dag, oom Marleen. Een hoop organisatie overleggen. Het was ook genoeg om hier te spelen. Ik hoor dat je ook aan concours meedoet, veel prijzen wint. Ja, we zijn absoluut bij de top 10 van Nederland. Ik hoor dat. En in Duitsland optreedt veel? Ja, elk jaar. Hè? Dat hebben wij nooit geweten dat we zoveel in huis hadden. Ja, moet je af en toe even op de website kijken. Complimenten, daar gaan we naar kijken. Hans, wist jij dit? Nee, ik wist het niet dat je bij de top 10 zat. Nee. Is dat echt waar? Ja, nee, ik hoorde van Nederland of van de wereld? Nee. Nou. Maar in de wereld, in de andere landen heb je dit niet gewoon, denk ik. Maakt niet uit waar we spelen, we krijgen iedereen gek. Jullie spelen, maar het is allemaal gezellig en je staat met de pier. Ben je op een gegeven moment, ben je dan op een gegeven moment een beetje lam? Ja, best wel. Hallo, hoe is het dames? Goed hoor. Leuke dag hè, mooie dag. Ja hoor. Mooie jongens gezien? Nee. Ja. Nee? En jij wel? Ja. Welk team? Dat weet ik niet. Jij speelt toch ook bij de dames?
Niet meer. Niet meer? Waarom niet? Ik ben er vanaf. Jammer, jammer. Wat is je naam? Larissa. Jou ken ik wel. Ja. Jij lijkt heel erg op je vader, hè? Oh, dankjewel. Is dat? Nou, is toch een compliment? Ja hoor. Oh, wou ik ook zeggen. Jij blijft toch wel voetballen? Ja, ja ik wel. Jan, twee keer gescoord, jongen. Ja, heerlijk, hè? Dat was heerlijk. Vertel eens, hoe ging het? Eerste. Nou, ik stond links voor het goal en ik schoot hem rechts. Rechts schoot ik hem in de kruising. Met je linker of rechterbeen? Rechterbeen. En de tweede? En de tweede, dat was de tweede partij. Dus de eerste was de eerste partij en de tweede partij scoorde ik ook. En dat was ongeveer hetzelfde, zo'n beetje. De tweede scoorde je in de eerste partij en de eerste in de tweede partij. Goal! Hoe vindt u het vandaag? Ik vind het enig. Ja, super. Gezellig. Ja, het is heel leuk. Uw zoon speelt u? Mijn zoon? Nee, dat duurt nog even. Die is toch klein. Oh, ja. Uw man speelt u? Nee, ook niet. Mijn vader. Maar je vader? Spelen. En wie is dat? Leen. Leen en Dulk. Oh, Leentje. Ja, dan weet ik die ken je wel, hè? Ja. Wij willen graag overgaan tot de huldiging van een aantal feestvarkens. Topscorer van het jaar bij de selectie. Dat is het talent van het jaar en de speler van het jaar. Goedemiddag, dames en heren. Zoals gebruikelijk aan het eind van het seizoen zijn er drie prijzen te verdienen van de selectie. Speler van het jaar, talent van het jaar en topscorer van het jaar. Ik zal het kort maken. Topscorer van het jaar is bekend. Voor de vierde keer achter elkaar, Steven de Ruiter. Steven! Steven, vier keer op rij, geweldig, zet dat voort en je bent een compliment. Gaat natuurlijk niet met lege handen, een bon voor jou en natuurlijk een bosje bloemen. Yes. Steven, even een korte reactie. Ja. Ja, hartstikke mooi. Vier jaar, je gaat voor de vijfde, jongen. Ja, daar ga ik wel voor natuurlijk. Ja. Maar wel hier? Maar wel hier, ja. Ja? Zeker? 100% zeker. Okay. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Talent van het jaar. De speler die inmiddels al een vaste basisplaats heeft in het eerste van SVC Waard. Onze jongste speler, Jerry Plat. Jerry, gefeliciteerd. Ik denk dat het zeer terecht is dat jij gekozen bent als talent van het jaar. Als een van de jongste spelers in het eerste van SVC 08. Ik zou zeggen, zet je progressie voort. Want je bent zeker een man voor de toekomst. En zeker voor SVC 08. We hebben het er donderdag over om naar een hoger plan te brengen. In ieder geval, je bon. Dankjewel. En een bosje bloemen. Jongens, gewoon een applaus voor. Ja, even kort die reactie, joh. Ja, leuk, fantastisch. Ja, zeker. Een mooie prijs. Zeker. Talent van het jaar, hè? Ja, dat zeker. Vooraf er nog over. Ja, ik vind het mooi. We doen toch weer, ja, je doet toch weer je best voor volgend jaar ook daardoor. Toch stimulans. Gefeliciteerd, man. Dankjewel. Speler van het jaar van SVC 08. Spelend onder nummer 4. Aanvoerder van SVC 08. Hans van Duivenbode. Hans, van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Ik denk dat dat zeer terecht is als jij gekozen bent als speler van het jaar. Je was het voorbeeld dit seizoen voor SVC Noord in een moeilijk seizoen. Maar jij stond er toch zowel op training als in de wedstrijd. Komend seizoen gaan we het beter doen, denk ik, onder aanvoederschap van jou. Dat we zeker voor de prijzen mee gaan doen. Maar dat zien we komend seizoen. In ieder geval gefeliciteerd en breng je kennis zeker naar je jongere spelers toe, want dat hebben ze nodig voor jou. Is goed. In ieder geval gefeliciteerd. Hey, dankjewel. Jouw naam komt straks ook op het bord hier binnen. Dat is vereenvoudigd het seizoen 2011-2012. Ja, in ieder geval je bon. Ja, hey, dankjewel. En een bos bloemen. Jongens, groot applaus voor Hans van Aangelaar. Hansie, korte reactie. Gefeliciteerd, man. Ja, dankjewel. Had niet verwacht, Leo. We hadden het er vooraf wel over, maar... We hadden het er even over, maar ja, dat zijn altijd speculaties. Hè? Mooie beloning voor je werk. Ja, zeker. Met de aftrek van de kaart. Zelfs dan nog winnen. Dankjewel. Het belangrijkste moment van het jaar. Ik geef het woord aan Wout Spaans en die gaat ons vertellen wie dit jaar
de persoon is, eigenlijk de belangrijkste persoon van onze vereniging, vind ik persoonlijk. Daar komt hij. Oké mensen, bedankt Piet. Nou, jullie kennen mij ook, ik ben Wout Spaans. Ik ben ook vrijwilliger van. Ik moet zeggen, een maand of 4 geleden kwamen ze naar me toe. Van, wie moet kiezen. Ik heb er lang over na moeten denken, want er zijn heel veel vrijwilligers hier. Daar, kijk daar ook. De mensen zijn nog kibbelingen, hè, daar. Of niet? Maar we zitten nou hier gezellig dus. En ik heb heel lang erover na moeten denken, maar ik denk, er is altijd een man hier. Een man, geen vrouw, sorry Ria. Die komt elke maandag hier. Kijk, het is nou een puinhoop. Elke maandag is die hier, die maakt de bar schoon, de tafels, alles, de wc's. Hij heeft nog een andere functie ook. Hij zorgt gewoon, we zijn een hele grote vereniging, 850 leden. Hij zorgt er gewoon voor dat het geld binnenkomt, dat hebben we gewoon nodig. Anders kunnen we niet bestaan als deze vereniging. Hij gaat ook regelmatig naar het eerste kijken. Dus ik heb besloten dat onze Leen, Leen den Dulk, vrijwilliger van het jaar wordt. Leen, kom naar boven. Dan moet hij zelf opruimen, man. Ja, hij moet zelf opruimen. Ja. Hier heb je de beker. Je hebt het verdiend. Maandag is hij weer op het fietsje. Hij leeft altijd koeken en van Albert Heijn. En hij gooit. Gewoon de oudjes, dat zijn teunen, dat vind ik wel lekker. Ja? Zit zijn snor af te draaien zo. Dat is, nou, ik vind het leuk. Ik vind, nou, je verdient het gewoon. En jij moet volgend jaar iemand anders. Nou, dat doe je. Nee, daar zorg ik voor. Ja, ik ben dat dan al, hè? Of niet? Ja, heel goed. Okay. Nog een bloemetje voor je vrouw. Oké. Okay. Nou. Dank je wel, Wout. Oké. Okay. Applausje voor Leen. Oké. Denise? Leen, even een korte reactie, joh. Gefeliciteerd, man. Ja, dankjewel. Ja, ik ben volkomen perplex. Ik heb een hele andere naam in mijn hoofd. Je bent onder valse voorwenselen hier naartoe gelokt, denk ik. Nou, ik had toch wel gekomen. Oh, je had toch wel gekomen, ja, want dat was nog. Ja, nee, maar. Of de man er altijd is, natuurlijk. Ja, nee, maar ik ben een klein beetje. Ja, ik. Ja. Je verdient het, joh. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Zo, nou ja, alleen het is wel uitgekomen, hè? Ja. Je wordt gehuldigd, er spuit een rotzooi er rond en je moet het weer opruimen. Ja. Zakje vol. Zo werkt het, Leo. Daar zijn we voor. Ja, niet geslapen zeker dan, hè? Was een mooie dag, hè? Ja, klopt. Jan, ben je trots op Leo? Ben je trots op Leo? Ja, hoor. Ja, hè? Nee. Ik krijg gelegenheid dat Jan de Groot buiten de rotzooi opruimen. Nee, hoor, hij is waar was je rotzooi door veroorzaakt? Hey, hij is feestpark van Leen. Leen, hè? Jongens, met Johnny zijn de Gangsters of Love en wij zijn op de vlucht voor de politie. En we spelen door totdat ze komen. Als het te lang duurt, dan bellen we ze zelf. Your car, turn on the radio.
start. Ripped so tight I couldn't tear it apart. Nurse keep jumping, head like a fool. But your kisses they burn. We hebben niet de nacht met de zussen schroeven, zodat u daar maar in de roze truitje van Romeo en Juliet kunt gaan doen. Romeo en Juliet.